Talentcoaches bij opleidingsprogramma's, hoofdenopleidingen bij voetbal en technisch directeuren bij sportbonden. Elk jaar krijgen zij te maken met besluitvorming over de instroom, doorstroom en uitstroom van talentvolle sporters. Dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid, want de keuzes die gemaakt moeten worden, hebben grote gevolgen voor het leven van deze sporters. Zij moeten misschien verhuizen, van school veranderen of voelen misschien hun droom uiteenspatten. Het is dus heel belangrijk dat zulke beslissingen eerlijk en zorgvuldig worden genomen. Een scout kan, ondanks dat sommigen dat beweren, niet op basis van één wedstrijd denken dat hij net de nieuwe Harry Lafrijze heeft gespot. Niemand heeft de glazen bol. Er zijn vele factoren die bepalen of iemand topsporter kan worden. En die zijn niet altijd direct zichtbaar. Zoals de thuissituatie van een sporter, of de trainingsachtergrond, of hoe ver een sporter sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek is ontwikkeld. Factoren zijn niet altijd voorspelbaar. We hebben niet te maken met machines, maar met jonge mensen die tijdens hun ontwikkeling meer interesses opdoen die van invloed zijn op hun sportloopbaan. En daarom laten we in deze video zien hoe je zulke besluiten zorgvuldig kunt inrichten. En de volgende vragen kunnen hier houvast bieden. Hoe objectiveren we wie we zoeken? Hoe geven we vorm aan een zorgvuldige zoektocht? Hoe objectiveren we de besluitvorming over instroom? Hoe worden we continu beter in bovenstaande vraagstukken? Laten we ze één voor één langslopen. Vraag 1. Hoe objectiveren we wie we zoeken? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je eerst het doel weten waartoe de in-, door- of uitstroom moet leiden. Bijvoorbeeld, sporters die op het podium willen komen bij een WK, Olympische Spelen of Paralympische Spelen. Met deze doelstelling voor ogen helpt het om vervolgens te kijken naar de sporters die op dit moment aan de internationale top staan. We gebruiken atletiek even als voorbeeld. Welke onderscheidende eigenschappen hebben de huidige mondiale 400 meter lopers, zoals Femke Bol, ten opzichte van de 400 meter lopers die bijvoorbeeld niet de finale halen? En hoe zag hun ontwikkeling in deze eigenschappen eruit? Dit is zuivere en objectieve data die je eenvoudig kunt vergelijken met de prestaties van jouw eigen sporters. Dat is ook wat we met objectiveren voor ogen hebben. Zoveel mogelijk beschouwen vanuit feiten. Niet vanuit meningen of overtuigingen. Als je deze gegevens onderzoekt voor elk relevant aspect van de topsport, techniek, tactiek, fysiek, gedrag, ontstaat een mooi overzicht van inzichten over een sporter en zijn of haar reis naar de mondiale top. Je kunt het zien als meerdere hoge resolutiefoto's die, door ze achter elkaar te plaatsen, een mooie video vormen van de reis naar de top. En dit overzicht van foto's wordt vaak talentprofiel genoemd. Dit talentprofiel geeft geen antwoord op de vraag of iemand ook daadwerkelijk de top gaat halen, maar is een sterk handvat voor een hoogwaardig gesprek over in-, door- en uitstroom. Het vergelijkt huidige sporters met sporters die het podium hebben gehaald, maar zegt hiermee niets over de potentie van de sporter of dat de sporter er al fysiek, emotioneel, cognitief en sociaal klaar voor is om in te stromen in het vervolgprogramma. Vraag 2. Hoe geven we vorm aan een zorgvuldige zoektocht? Nu je dankzij het talentprofiel weet wat je zoekt, kun je duidelijke plannen maken. En welke onderdelen gaan de coaches analyseren? Welke experts worden betrokken om versterkende analyses te plegen? En met welke test? Wanneer staan meetmomenten of gesprekken gepland? En waar? En hoe blijven alle betrokkenen, dus ook de sporters en ouders of verzorgers, geïnformeerd? Zodra je die organisatie hebt staan, gaat de zoektocht van start. Voor deze zoektocht moet je uitgebreid de tijd nemen. Ga uit van 6 maanden tot mogelijk 2 jaar, zodat alle aspecten die komen kijken bij de reis richting de top kunnen worden bestudeerd. De specialisten werken daarbij met beproefde methodes binnen hun eigen discipline. Zo heb je bij het basketbal meetbare aspecten en kunnen fysieke kenmerken met testen in kaart worden gebracht. Maar tegelijkertijd willen we ook het gedrag van talentvolle sporters observeren, bespreken en daarmee inzichtelijk maken. Het is heel belangrijk dat de coaches en experts tijdens deze zoektocht hun taak zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar uitvoeren. Daarmee voorkom je namelijk dat ze elkaar beïnvloeden tijdens hun analyse. Als een talentcoach, fysiek trainer en gedragsexpert samen langs de lijn een basketballer bespreken, zullen zij zelfs onbewust bevestiging kunnen zoeken bij elkaar. En dan ontstaat een soort gezamenlijke tunnelvisie en dat gaat ten koste van de eerlijkheid en de zorgvuldigheid waar we juist naar streven. En bovendien geldt,
Hoe langer je tijdens dit proces een oordeel uitstelt, hoe beter. Waarom? Dat bespreken we bij vraag 3. Vraag 3. Hoe objectiveren we de besluitvorming over instroom? Als de analyses uit vraag 2 zijn afgerond, is het belangrijk dat ook de besluitvorming zelf zo objectief mogelijk gebeurt, op basis van onder andere de verzamelde inzichten. Bij het honkbal werden vroeger beslissingen over in, door en uitstroom genomen door de talentcoaches. Maar zij zijn verantwoordelijk voor de groep talentvolle sporters, moeten verbindingen met hen aangaan om tot optimale ontwikkeling te komen en zullen hierdoor moeite hebben om zo'n besluit volledig neutraal te kunnen nemen. Ook vanuit de sporter ontstaat zo een ongewenste relatie met de coach. Sporters moeten erop kunnen vertrouwen dat hun coach er primair is om te helpen hun doelen te bereiken. De besluitvorming kan een stuk eerlijker en zorgvuldiger worden als de talentcoaches onderdeel uitmaken van een diverse groep mensen die analyses op tafel leggen en het besluit over deze verschillende analyses uiteindelijk ligt bij een technisch directeur of een andere persoon die niet direct betrokken is bij de informatieverzameling, maar wel een positie heeft om dit soort besluiten te kunnen nemen. Deze persoon gaat als neutrale gespreksleider met alle stafleden om tafel en zorgt ervoor dat er een veilige en open discussie ontstaat waarin iedereen de bevindingen kan delen. Dit kan gaan om objectieve data zoals slaggemiddeldes bij het honkbal, maar ook om expertopinies over bijvoorbeeld prestatiegedrag of sociale en emotionele eigenschappen. Een pitcher kan bovengemiddeld hard gooien, maar is die er ook klaar voor om uit huis te gaan naar het nationale opleidingsprogramma? Het is de bedoeling dat een omgeving wordt gecreëerd waarin al deze harde feiten en expertopinies elkaar versterken, ontkrachten of tenminste in breder perspectief plaatsen. Diversiteit aan tafel is een kracht en kan bijdragen aan zorgvuldigere besluiten. Na afloop van een rondetafelgesprek krijgen de coaches ruim de tijd om weer onafhankelijk van elkaar hun verrijkte analyses aan te scherpen en hun eerste oordeel te heroverwegen. Deze heroverwegingen kunnen vervolgens gedeeld worden met de technisch directeur, die op basis van de verschillende input overgaat tot een definitief besluit. Vraag 4. Hoe worden we continu beter in bovenstaande vraagstukken? Dit doe je door constant te reflecteren op de 3 kernvragen die we tot nu toe hebben behandeld. Daarom organiseer je ten eerste jaarlijkse evaluaties waarin je bespreekt hoe processen kunnen worden geoptimaliseerd. Daarnaast evalueer je eens in de 4 tot 8 jaar de resultaten van je opleidingsprogramma. Hoeveel talentvolle sporters zijn daadwerkelijk uitgegroeid tot topsporter? En in hoeverre voldeed de ontwikkeling van de sporter aan de criteria uit het talentprofiel? Beide evaluaties zijn cruciaal en dragen bij aan het zorgvuldiger en succesvoller begeleiden van talentvolle sporters. Zorgvuldigheid is in dit hele verhaal een cruciaal begrip. We kunnen niet in de toekomst kijken. Goed of fout kan je dan ook nooit aan de voorkant vaststellen. Evalueren kan wel en moet altijd om tot continu verbetering te komen. Maar dat je achteraf iets kan verklaren betekent niet automatisch dat je het aan de voorkant had kunnen voorspellen. Sommige keuzes zullen anders uitpakken dan gedacht of gehoopt. Maar we kunnen ons wel constant de vraag blijven stellen: hebben we er alles aan gedaan om tot een weloverwogen besluit te komen? Wil je nog meer weten over hoe je talentvolle sporters analyseert volgens eerlijke, zorgvuldige en consistente procedures? Kijk dan op de website van NSC-NSF. Succes!